Goedenavond, dames en heren, en welkom in de podcast van Belgian Cycling. Vandaag gaan wij praten over het veldrijden met de bondscoach Sven van Toerenhout. Wij praten over het begin van het seizoen, de mooie start van Ellie Ezerbeet, de hervorming van de cross. We praten ook over de weg, want hij is ook de assistent van Rick Verbruik. Alles in een interview opgenomen verleden week in Gent tijdens de voorstelling van een nieuw trainingsparcours voor de cyclocross, dus in Gent in de buurt van de Blaarmeersen, bekend ook voor de wielerbaan Eddy Merckx. We gaan dus naar dit interview luisteren. Eerst en vooral dus hier, we zitten dus in Gent over een nieuwe trainingsparcours. Vertel eens, het is een vrij technisch parcours, heb ik gezien, hè? Ja, maar dat is ook wel belangrijk. Dus het gaat er hem niet echt om echt te trainen eigenlijk. Het gaat hem vooral om de basistechnieken van de cross, van het veldrijden mee te geven. En daar heb je heus niet veel voor nodig. Geen grote oppervlakte, gewoon een kleine oppervlakte, veel bochtjes, een keer op en af de fiets. Gewoon een leuk terrein om het veldrijden eigenlijk onder de knie te krijgen. Dat was nodig, denk ik, in deze streek, want er was geen trainingsparcours meer, denk ik, hè? Nee, er is echt nood aan dingen zoals deze, hè. Nieuwe terreinen, nieuwe mogelijkheden om zowel jongens als meisjes aan het veldrijden te krijgen of gewoon eigenlijk aan het fietsen te krijgen. Het is een basis die voor heel veel dingen kan gelden, hè. Met deze techniek kan je ook een wegpeloton in, je kan er mee de piste op. Dus het is leuk en een belangrijk initiatief voor het wielrennen. En je komt dus zelf als bondcoach een paar tips geven. Doe je dat vaak tijdens het seizoen? Ja, ik probeer sowieso elke woensdag namiddag tijd te maken voor mijn jonge kinderen iets te doen. Vandaag is dat in Gent, dat gebeurt bij mij thuis in Beernem. Ik probeer bij andere provinciale selecties ook af en toe eens aanwezig te zijn of provinciale trainingen aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat ik me af en toe laat zien. En ik moet, ja, bij wijze van spreken, Toon Arts en Elisabeth geen tips meer geven. Het zijn hier die jongens en meisjes die de basis zijn om eventueel later een succesvolle carrière te kunnen uitbouwen. Het is dus perfect voor de opleiding en de vraag is ook logisch. Hoe schat je de opleiding van de jeugd hier in België eigenlijk? Wat is uw analyse eigenlijk nu van de opleiding? Wat ik zie is dat Cycling Vlaanderen heel veel moeite doet. Elk jaar nog investeert in kinderen, maar ook de teams in België. Zowel grote als de kleine clubs, die doen nog altijd heel veel moeite en nog steken nog altijd heel veel energie in het jongens en meisjes aan het fietsen te brengen. Ik zie er nog altijd heel positief in en er blijven natuurlijk altijd werkpunten, maar ik denk dat iedereen dat voor zichzelf wel kan uitmaken. Maar persoonlijk zie ik daar eigenlijk niet echt veel negatieve dingen in. Ik zie alleen maar heel veel positieve dingen. Het enige probleem bij de jeugd in België, dat is de instroom bij de dames. Dat is veel te klein, hè? Veel te kort. Veel te klein, ja. En dat is heel moeilijk uit te leggen. In Nederland loopt dat van een leien dakje. Dan, als je daar een groep bijeenbrengt, dan heb je bij wijze van spreken 50-50. Hè. Dan heb je evenveel meisjes als jongens. Hier is dat anders. Maar dat is niet alleen in het wielrennen een probleem. Dat is ook in heel veel andere sporten een probleem. En daar wordt denk ik vanuit federaties, vanuit clubs, er zijn heel veel mensen die daarvoor hun handen uit de mouwen steken. Maar goed, ik denk, we kunnen daar negatief over doen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar proberen nog altijd steeds geduldig in te zijn en te hopen dat dat op termijn wel aanslaat. We gaan nu over het seizoen nu praten bij de profs. Op dit moment is er maar één man, Ellie Ezerbeet. Verrast door de prestaties van Ellie? Persoonlijk niet echt. Hij is wel indrukwekkend, dat wel, maar ik had hem sowieso wel een stap vooruit gezet. Ik had hem bezig gezien in augustus en ik had hem toen zelf ook gezegd ik had hem zelfs in Eeklo gezegd dat de winnaar zou zijn van de eerste cross. Hij werd toen uiteindelijk tweede, maar hij heeft dan de weken nadien heel snel bevestigd. Dus voor mij was het niet echt een verrassing op wat ik gezien had afgelopen zomer. Maar hij is wel heel sterk. Op dat vlak moet ik dan wel zeggen dat ik onder een indruk ben. Maar Eli is altijd wel iemand, ja, hij is al wereldkampioen geweest bij de beloften. Het is een goede jeugdrenner geweest, dus hij trekt eigenlijk de lijn door van wat er van hem verwacht werd als jonge renner. Zit hij nu al in topvorm? Is hij al 100% van zijn capaciteiten? Ik denk dat er op termijn nog wel een beetje bij kan, maar voor dit seizoen is hij op zijn best. Dus ik denk niet dat hij nu nog beter kan. Ik verwacht hem wel dat hij binnen 3, 4, 5 jaar dat er nog wel een procentje gaat bijkomen, absoluut. Ik denk wat dit seizoen betreft zien we de beste Ezerbeet, ja. Zal hij als
kopman starten voor het EK, die binnenkort eraan komt, denk ik. Oké. Het is natuurlijk nog een week of twee, drie. Maar als hij die conditie blijft vasthouden, dan is hij inderdaad onze kopman. En dan zullen we zien hoe goed dat ook tegen dan Mathieu van der Poel uit de hoek komt. Maar op basis van wat hij nu laat zien, is dat onze man voor Italië. Kunnen we een mooi duel verwachten met Van der Poel of zal Van der Poel toch de puntjes op de i zetten? Het zal ervan afhangen wat Mathieu nu gedaan heeft. Hij heeft echt een uitgebreide rustpauze genomen, ja dan niet. Maar sowieso, wanneer dat Mathieu in competitie komt, zelfs op 90% is dat iemand die nog altijd de rest kan overklassen. Dus het moet bij wijze van spreken nu al heel slecht gaan met Mathieu van der Poel om hem straks het echt lastig te kunnen maken. Althans, we gaan het proberen om het hem lastig te maken. Maar je moet realistisch zijn en weten tot wat die jongen in staat is. Dus ja, in principe is dat weer de man voor de komende maanden. Ja. Op basis van wat u ziet in de andere categorieën, wat kunnen we concreet van het EK verwachten voor de Bergen? Dus bij de beloften, bij de juniors en zo? De junioren zitten vooral terug op een heel hoog niveau, allemaal. Dus ik heb sowieso een kern die eigenlijk, ja, meer doet voor winst. Als de ene laat afweten, dan is het een andere die gaat overnemen. Dus ik heb zes jongens die allemaal kunnen meedoen voor winst en voor podium. Dus op dat vlak zijn we gerust. De beloften daarentegen, die hebben in de eerste wereldbeker nog niet echt succesvol geweest. Maar ik ben ervan overtuigd dat tegen binnen een week of twee, drie wel voor een stuk kan weggewerkt worden en dat we dat wel gaan meedoen voor het podium terug. Dus ik denk over de lijn dat we wel terug gaan meedoen en dat we terug onze naam van het crossland te zijn wel terugwaardig gaan verdedigen. Bij de dames, wissers aan de kant, wat kunnen we van haar verwachten? Ik denk dat we tegen dan terug een hele goede aan de kant gaan zien. Ik denk dat ze nu nog een beetje op zoek is naar het juiste gevoel. Ik denk niet dat ze conditioneel slecht is, tegendeel. Ik denk dat ze wel goed gewerkt heeft en dat ze wel in orde is. Maar dat het nog een beetje van een paar procentjes afhangt. Maar op het Europees kampioenschap verwacht ik haar sowieso om mee te doen voor winst en sowieso voor een podiumplaats. Er is nu veel commotie, denk ik, in het veldrijden met die hervorming, de opwaardering van de wereldbeker. Ik moet de vraag stellen, wat denkt u daarvan? Ik heb daar eigenlijk niet echt een antwoord op, omdat niemand... Ik hoor veel verhalen en iedereen gist maar wat naar wat gaat komen. Maar ik denk, zolang dat er niet officieel op papier staat van hoe en wat... Het gaat over 16 wedstrijden, dat is eigenlijk het enige dat we weten tot nu toe. Mm-hmm. Maar de invulling daarvan, met puntensysteem, met prijzengeld, naar internationalisering toe, naar de professionaliteit toe van de cross, is er nog heel veel onduidelijkheid. Dus zolang dat daar niks concreet in is, kunnen we geen mening geven of kunnen we niet oordelen, denk ik. Dat er een aantal mensen of organisatoren schrik hebben tussen aanhalingstekens, dat begrijp ik. Concreet moeten we afwachten wat het gaat worden. Je hebt onlangs in een interview met voor de website van Belgian Cycling ook gezegd, een wereldbeker manche is niet meer van vroeger. Dat was echt een ding voor de nationale ploeg. Ja. Hè? Dat ontbreekt er een klein beetje toch? Maar het is nu zo, dus, en ik spreek dan voor de laatste 2, 3, 4 jaar, vind ik, dat er tegenwoordig gewoon van wedstrijd naar wedstrijd wordt gereden. En dat mensen ook zelfs thuis niet meer weten welke wedstrijd tot welk klassement behoren. Dat ervaar ik genoeg. Dat is ook logisch. Er zijn ook ieder jaar is er ook een naamswijziging. Hè. Je hebt nu de ETIAS-crossen, er zijn de Brico-crossen geweest, er is de DVV. Dus het verandert ook continu. Dus in dat opzicht rijden renners gewoon van wedstrijd naar wedstrijd toe. En dat vind ik wel spijtig. Terwijl dat we inderdaad 10 jaar geleden dat wereldbekers niet meer een landentrui worden gereden, dat is normaal, dat is vanzelfsprekend. Daarvoor steken ploegen veel te veel geld en veel te veel tijd in het veldrijden om dat te laten gebeuren. Maar dat er een opwaardering moet gebeuren, daar ben ik wel van overtuigd. U was ook de assistent van Riverbrug op het WK, op het EK en ook in de U23 Roadseries. Riverbrug zal dus nu volgend jaar fulltime werken. Zal dat een beetje in uw rol veranderen? Goh, ik denk niet. Ik denk dat ik heb vorig jaar zelf nog heel veel gedaan. Of zelf een initiatief gehad om dingen te doen. Omwille van het feit dat ik nog bij Bahrein actief was. Dat zal nu anders zijn, maar ik verwacht niet dat mijn rol daar direct anders in wordt. Ik denk dat ik ook vooral mee ondersteund ga werken, omdat je toch altijd met vrij grote kernen werkt. Ook jongens die tijdrijden blijven belangrijk. We zitten met het klimproject. We zitten sowieso met de Nations Cup. We hebben wedstrijden, we hebben stages. Dus in dat opzicht denk ik dat er is veel te doen. En ik denk dat je sowieso wel met twee sterker staat dan alleen. Dat Rick zal wel de lijnen uitzenden en zal wel de ideeën op tafel smijten. En dan zal het dan ik zijn, denk ik, om je het uitvoerende werk te doen.
Bedankt aan Sven van Toerenhout. De afspraak binnenkort voor een nieuwe aflevering van de podcast van Belgian Cycling. En dat zal met Carlo Bomans zijn, de bondscoach bij de juniors. Tot zo!